Goed. Niel de Pauw, 1-1 tegen Trabzonspor. Zeker geen slecht resultaat, maar toch te weinig. Ja, te weinig, want we hadden de 3 punten nodig, denk ik, om nog 100% kans te maken eigenlijk, in de coole fase. Maar ik denk dat het gelijk spel een minimum is dat we moesten verdienen vandaag. Ik denk dat we de wedstrijd moesten beslissen in deze helft. We hebben 3-4 goede kansen gehad. Maar dan hebben we een beetje een lullig doelpunt, denk ik, dat we tegen krijgen. En, ja, de tweede helft was sterker dan ons, dat wel. Dus we hebben iets te weinig meer voetballen. En hebben we jammer genoeg die 1-1 niet meer kunnen ombuigen naar de 2. Ja, je zegt hetzelfde. De eerste helft hebben we zeker 3 kansen. Fatosi, ook nog Dutra. Ja, hoe komt dat? Is dat de factor Europees? Is het een beetje sneller? Ja, voor mij is dat niet het geval. Elke wedstrijd doe je een kans af. En ze vliegen er niet echt allemaal in. Oké, dat gebeurt. Maar het belangrijkste is van die kans te blijven creëren. Voor hetzelfde geld scoren we vandaag 2-3 goals in de eerste helft. Dus de wedstrijd niet beslist, maar toch hebben we meer kans om die te winnen. En dan is het jammer dat je die wedstrijd gelijk speelt natuurlijk. We hadden die wedstrijd kunnen beslissen in 45 minuten. Dat is een beetje het enige het slechte gevoel dat we eraan overhouden, dat we de tweede helft misschien iets te weinig hebben gebracht of kunnen brengen hebben. We hebben 4 punten, we hebben nog 2 matches te gaan en 3 proberen we net af te sluiten. Ja, als we een beetje kritisch moeten zijn, dan moeten we misschien een beetje zeggen, het is een beetje het verhaal van het hele seizoen misschien al, dezelfde kansen missen en dan in blessuretijd een doelpuntje slikken. Is dat mentaal in de hoofd aan het schrijven of is dat puur toeval? Ja, voor mij is dat niet het verhaal van het seizoen. Voor mij het verhaal van het seizoen is dat we goed voetballen, dat we kansen afdwingen. Dat we ook doelpunten maken, dat we een goed doel zal doen. Ik denk dat aan de basis in voetbal dat je kansen mist. Maar het belangrijkste is van die blijft ontwikkelen. Ja, ze vliegen er sowieso wel in. Dat is gewoon een gedachte aan dat je moet blijven hebben. Er komen nog wedstrijden dit seizoen. Dit is niet de laatste wedstrijd, maar de belangrijkste wedstrijd. We hebben bewezen dat we Europees weer altijd kunnen winnen. Het is jammer dat we dat niet gedaan hebben. Ik denk dat wel een grote boost had kunnen geven voor ons ploeg. Maar het goochelt nu gewoon niet zijn. Je speelt tegen Trabzon, een hele goede ploeg. We hebben bewezen dat je de evenknie bent. Ik zeg het, we hebben nog 2 wedstrijden in die coole fases. Zij moeten sowieso ook nog die wedstrijden winnen om door te gaan. Okay, ja, zinvol. Ja, je zegt het zelf al, Trabzonspor, een ploeg met hele goede spelers, een groot budget ook, zeker als we vergelijken met Lokeren. Goed gespeeld, mathematisch kan het nog. Ik neem aan dat we daar toch nog volledig voor gaan. Hè? Want zoals je zegt, zij moeten ook eigenlijk nog minstens 1 keer winnen. Ja, sowieso. Ik heb er al thuis over gesproken ook, we hebben 4 punten nu. Als je die 2 andere matchen kunt winnen, dan heb je uiteindelijk 10 punten gehad. Als je met 10 punten niet doorgaat in de poolfase, is het geen schande. We hebben ons tot niet meer in onze eigen handen. Maar we moeten er wel van uitgaan dat we er alles aan gaan doen om beginnen tegen elkaar te nemen. En dan tegen met ons uit tegen Leiden thuis. Ja, er is ook competitie. Zondag Derby Time. Ja, die willen we ook wel winnen. Hè? Ik denk dat het heel belangrijk is van zondag te winnen. We spelen thuis tegen Beveren. Ik denk dat we geen punten mogen laten liggen. En als je kijkt naar de rangschikking, alles staat heel dicht bij elkaar. Ik denk dat Gent-Anderlecht is ook. Het is heel interessant voor ons als we zondag 3 punten kunnen thuishouden. Dat zou fantastisch zijn. Ja, we zijn ook ongeveer half weg na de wedstrijd tegen Beveren. Is de reguliere competitie 15 speeldagen ver. Als je eens een tussenbalans mag maken met het Europees nu net ook half weg en de competitie ongeveer half weg, dan zijn we tevreden. Moeten we tevreden zijn, denk ik. Ik denk dat elk jaar moeilijker wordt voor ons om te evenaren wat we elk jaar bewijzen. En als je dan ziet waar we nu staan in de competitie, is een mooie plaats. Met de surplus van het Europese voetbal dat programma eigenlijk alleen maar zwaarder maakt. Maar je ziet dat we dat als ploeg converteren. Ik heb het gevoel wel dat we dat van ons hebben kunnen verwennen met het Europese voetbal. Wij zelf hebben er ook van genoten en nog altijd. En dat gecombineerd met het goede voetbal en de hoge rangschikking maakt het alleen maar beter en fantastischer voor ons. Dus hopen dat de komende 15 wedstrijden of 16 wedstrijden dat hetzelfde resultaat gaat zijn en dat we ons kunnen blijven bewijzen. Ja, de supporters zijn zeker verwend, want zoals je zelf zegt, dat is eigenlijk echt wel opvallend. We spelen zowel Europees als nationaal heel erg goed. En als je kijkt naar de competitie, de grote ploegen durven wel eens punten laten na Europese matchen, maar wij hebben toch, we trekken de lijn van de vorige jaren door. Hè. Is dat dan die stap vooruit?
dat zal sowieso wel een stap vooruit zijn, ongetwijfeld. Maar dat is ook een mentaliteit dat we hebben in onze ploeg. We zijn een ploeg dat fysiek sterk staat. En ploegen kunnen wegzetten puur door onze druk naar voren toe. En hoe hoger dat je de bal recupereert, hoe gemakkelijker dat je kansen creëert, dat was vandaag ook weer een voorbeeld daarvan. En zelfs dat moeten doen tegen Beveren. De jongens van voren op middenveld moeten we druk vooruit zetten en van achter moeten we sterk zijn. En zo kunnen we makkelijk wedstrijden. Tot slot een persoonlijke vraag. Iets waar de supporters zeer tevreden mee zijn. Jij, een van onze smaakmakers, hebt je contract verlengd. Ja, natuurlijk. Er is veel vraag naar geweest. Het was nog een beetje onduidelijk, maar ja, de onderhandelingen gingen al een tijdje. En uiteindelijk zijn we tot een conclusie gekomen. Ik ben blij dat ik bijgetekend heb natuurlijk. Uiteindelijk had ik het niet van mijn hart. Wat ik opgeleid ben, wat ik begonnen ben. Als ik hier weg ga, dan hoop ik op een goede manier weg te gaan. En blij zijn wij.